Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. We gaan door met Nawaqidul Islam van Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah zegt: "Al-thaminu muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum 'ala al-muslimin." Wad-dalilu qawluhu ta'ala: "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." De achtste punt die je uit de islam treedt is dat je de kuffar helpt tegenover de moslims. En het bewijs is: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, degene die hun, yani kuffar, als helpt, houdt, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, hij is van hun, yani van de kuffar. طيب, laten we eerst kijken wat het tawalli betekent. Degene die hun houdt of helpt. Wat betekent dat? Dat heeft Ahlul Ilm voor ons uitgelegd. Het tawalli. Tahir ibn Ashur zegt in zijn boek Het Tahrir wa Tanwir, Tafsir. Hij zegt: "Waman yatawallahum", yani, "hiya rida bidinihim wa ta'anu fi din al-islam." Het tawalli betekent dat je met de geloof van de kuffar, dat je ermee eens bent, dat je dat accepteert. Wat ta'an fi din al-islam, en dat je de islam yani beledigt. Dat is het tawalli. Dus dat je hun helpt, dat je de kuffar helpt, wegens hun geloof en niet wegens iets anders. Je helpt de kuffar tegenover de moslims, omdat je wil dat de kuffar hoger opkomt dan de moslims. Dat is kuffer. En ook Ibn Jawzi rahimahullah zegt in zijn boek, in zijn tafsir Zadul Masir: "Waman yatawallahum", ma'naahu, "waman yatawallahum fi d-dini fa innahu minhum fi al-kufr." Degene die hun helpt wegens hun geloof, zij zijn kuffar. Abu al-Fadl Mahmud al-Alusi rahimullah zegt in zijn boek Ruh al-Ma'ani, wat betreft over tawalli, hij zegt: "Wala'alla dhalika idha kana tawallihim min haythu kawnuhum yahudan aw nasara." Dat is degene die hun helpt, die is kuffar, dat is omdat zij joden of de christenen zijn. Daarom helpt hij hun. Wegens hun geloof, yani. Deze persoon is ook kuffer. Dus er is ittifaq en ijma tussen de geleerden dat tawalli betekent dat je de kuffar helpt wegens hun geloof. Dat je wil dat hun geloof hoger opkomt. Dat is kuffer, nasallahu alaihi wa sallam. Maar wie hun helpt, kuffar helpt, niet wegens hun geloof, maar wegens iets wereldse zaak. Je helpt de kuffar omdat je geld verdient, bijvoorbeeld. Door iets werelds. Dat is geen kuffer. Dat is geen kuffer. Omdat daar ijma in zit tussen de sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. En het delil daarvoor is, zoals jullie weten, hadith Hatib ibn Abi Balta. Hij schrijft een, en deze hadith staat in Bukhari en Muslim. Hij schrijft een brief voor de kuffar. Ja, en hij spioneert tegen de moslims. Hij spioneert tegen de moslims. Hij schrijft brief naar de kuffar. En in die brief zegt profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: "Zal deze dag
komen dus, bereid je voor. Nadat hij die brief heeft geschreven, komt er een wahi naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de wahi zegt dat Hatib zo'n brief heeft geschreven. En profeet sallallahu alayhi wa sallam stuurt twee sahabis. Hij zegt, er is in deze plek een vrouw. Die vrouw heeft een brief bij haar. Neem die brief naar mij mee. En die twee sahabis, een van hun is Ali radiyallahu ta'ala anhu, gaan naar die vrouw. Ze vragen naar die vrouw om die brief te geven. En de vrouw ontkent dat. En de sahaba zegt, of je gaat de brief geven of we gaan je kleren uitdoen. We gaan je blootstellen. En daardoor pakt de vrouw de brief uit zijn haren. Ze heeft het in haar haar verstopt. In zijn haren verstopt. En de sahaba, twee sahabes, brengen die brief naar profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij leest en wat erop staat is van Hatib ibn Abi Balta naar de Ahl Mekka. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zal dit dag en dit dag komen, dus bereid je voor. Wat doet de profeet sallallahu alayhi wa sallam nadat hij deze brief heeft geschreven? Hij zegt niet gelijk wie deze heeft geschreven, ja, Hatib ibn Abi Balta. Deze persoon is kafir. Deze persoon is munafiq. Deze persoon is mushrik. La. Hij roept Hatib ibn Abi Balta en hij vraagt, waarom heb je dit gedaan? Van deze qissa, yani verhaal, zeggen veel geleerden, zoals Shafi'i rahimahullah ta'ala, zij zeggen, als er iets is, een daad is of een uitspraak is, dat koever kan zijn of niet koever kan zijn, yani mogelijkheden. Het kan koever zijn en het kan geen koever. Als er zo'n mogelijkheid is, dan kan je specifiek op iemand niet koever, dan kan je specifiek iemand niet kafir verklaren. Dan moet je vragen, wat wil je bedoelen met deze daad of met deze, alaykum salam, met deze uitspraak. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam het ook heeft gedaan. En Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu zegt, Wallahi ya Rasulallah, ma fa'altuhu ridan lil kufr. Ik heb dit niet gedaan, omdat ik met de kufr mee eens ben. Doordat heb ik dat niet gedaan. En ik accepteer de kufr ook niet. Maar, hij zegt, iedereen had in Mekka familieleden. En ik had geen familieleden. Daarom wou ik met deze brief schrijven. Daarom heb ik deze brief geschreven. Om hun op de hoogte te stellen. En ik wou ook met deze brief dat sommigen van hun mij helpten. In bepaalde dingen. Ja, in wereldse zaken. Ja, en hij wil zeggen, dit heb ik om wereldse zaken gedaan. En niet om geloof. Want hij zegt in het begin, dit heb ik niet gedaan omdat ik hun dien accepteerde. Dus hij legt dat uit. Dus van deze verhaal begrijpen wij dat helpen, omdat zij helpen met de intentie van dat je de koever helpt, omdat ze koefaar zijn, is koever. Waarom? Omdat Hatib zegt in het begin, ma fa'altuhu ridan lil koever. Ik heb dit niet gedaan omdat ik de koever accepteert. Dus als je hun helpt wegens hun geloof, dan is dat koever. Maar als je hun helpt, niet wegens hun geloof, maar wegens wereldse zaken, dan is dat geen koever. En daardoor zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, qad sadaq akhukum. Hij zegt, hij heeft de waarheid gesproken. En hij laat hem los. En Hatib ibn Abi Balta'a is van Ahlul Badr.
En Ahle Badr kan niet kufr doen of shirk doen. Dat is onmogelijk voor Ahle Badr. Waarom? Omdat Allah Ta'ala voor hen, omdat zij in Jannah zijn. Daar geloven wij in. Al die mensen die de Badr heeft meegemaakt, die gaan naar de paradijs. Omdat Allah Ta'ala hun al hun zondes heeft vergeven. En hij heeft gezegd, I'amalu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum. Doe wat jullie willen, ik heb jullie vergeven. Dus dat wil zeggen dat zij geen koever of shirk kunnen doen. Want als ze koever of shirk doen, dan worden ze niet geaccepteerd. Wie het ook is, ook al is het een profeet. Vreemd hem. Dat betekent dat ze geen koever of shirk kunnen doen. Daarom heeft Allah Ta'ala hun vergeven. Dus van deze verhaal begrijpen wij dat je, als je de kuffar helpt wegens wereldse zaken, dat geen kuffer is. En profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ook in deze hadith aan ons verteld. Sommige mensen, zoals sommige khawarij, zij zeggen, Hatib ibn Abi Balta'a heeft kuffer gedaan. Heeft kuffer gedaan. Maar zijn koever is vergeven. Dat zeggen sommige mensen. Kan dat waar zijn? Kan niet waar zijn. Want wie het ook koever doet, koever kan niet vergeven worden. En shirk kan niet vergeven worden. Omdat Allah Ta'ala zegt, Inna Allah la yaghfiru an yushrak bih. Degene die shirk doet, Allah Ta'ala zal hem nooit vergeven. Dus dat betekent dat deze daad geen koever is. Daarom, volgens de vier wetsscholen, iemand die spion is, spioneert, een moslim die spioneert tegenover de moslims, deze persoon is geen kafir. Volgens de vier wetsscholen. Zoals Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dat in zijn boek Al-Mughni heeft verteld. Daarom, broeders, wat betreft deze uitspraak van Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, helpen, de kuffar helpen tegenover de moslims, hij wil bedoelen, het tawalli, dat je hun helpt wegens hun geloof, en niet wegens wereldse zaken. Daarom, ahlul ilm zeggen, al-mualaat, dat je de kuffar houdt, is in drie gedeeld. Eerste is kuffer. Dat je hun houdt of hun helpt wegens hun geloof. Dat is koffer. Tweede is haram. Dat je hun houdt of dat je hun helpt wegens wereldse zaken. Wegens wereldse zaken. Zoals het in het verhaal van Hatib ibn Abi Balta staat. En de derde is dat het toegestaan is onder bepaalde omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden. En dat is als je bang bent dat ze jou kwaad doen. Of dat ze jou vermoorden. En dat soort dingen. Daarom zegt Allah Ta'ala, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. De moslims moeten de kuffar niet als vrienden nemen. Min doen المؤمنين. Yani dat je de moslims verlaat en de kuffar als vrienden neemt. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Degene die dat doet, Allah Ta'ala zal niet, hij zal geen waarde hebben bij Allah Ta'ala. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. Alleen als jullie van hun bang zijn. Ahlul ilm, zoals Abdurrahman al-Sa'di, hij zegt hier, إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. Alleen als jullie van hun bang zijn. Dat is als jullie bang zijn dat hij jullie vermoordt, dat hij jullie doodt. Dat soort dingen. Dan kan je uiterlijk, en natuurlijk, het moet nu natuurlijk niet innerlijk zijn, in je hart. Want hij kan niet je hart zien. Maar uiterlijk kan je hem als vriend nemen, als dat nood is. Ala kulli hal, wat betreft over de kuffar, er is bepaalde stelregels
10 sterregels die ga ik aan jullie vertellen, inshallah ta'ala, in deze les. Eerste sterregel, broeders. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen met tawhid. Hij is gekomen dat hij de shirk mahou doet, dat hij de shirk vernietigt. Verwijderd. En dat hij de standbeelden kapot maakt. En dat hij de shirk vernietigt. En dat alle ibadah alleen voor Allah Ta'ala moet gedaan worden. Daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, arsalani Allahu bi salatil arham. Allah Ta'ala heeft mij gestuurd om familieleden te bezoeken, wa kasril awthani, en om standbeelden te vernietigen, kapot te maken, wa an yuwahhad Allah la yushraka bihi shay, en om alleen de ibada voor Allah Ta'ala te doen en geen shirk te doen. Deze hadith staat in Muslim. Maar islam heeft ook geaccepteerd dat de kuffar asliyin, yani kuffar die hun die kuffar yani, hoe kunnen we dat zeggen, oorsprong kuffar zijn, oorsprong kuffar zijn, zoals ahluddimme, kuffar die in islamitische landen leven, wal muahadin, zoals kuffar die naar de islamitische landen gaan om te werken en met visa. Islam heeft hun geaccepteerd dat ze op hun koffer, koffer blijven. Ja, en islam heeft niet gedwongen naar deze mensen, koffer die in de islamitische landen leven, of koffer die mu'ahad, ja, ahd is tussen de islam en tussen de moslims en koffer, overeenkomst tussen de moslim en tussen de koffer. Islam heeft hun dien, islam heeft een hurriya, yani, vrijheid gegeven, dat ze op hun dien blijven. Joden of christenen, dat ze op hun dien blijven. Dus islam zegt niet, of je gaat moslim worden, of we maken je dood, dat soort dingen. Islam heeft vrijheid gegeven, dat iedereen, kuffar die in de moslimlanden leven of kuffar die verbond hebben tegen de met de moslims, islam heeft geaccepteerd dat ze op hun dien blijven. Dit is de eerste sterregel. Wij mogen de kuffar niet houden, wij accepteren hun geloof niet, maar wij geven hun vrijheid om hun dien te praktiseren, om hun dien te volgen. En we dwingen hun niet dat ze niet meer dat ze moslim moeten worden. Dat dwingen wij niet. Vreemd om? Dit is de eerste sterregel. Nou. De koffer die wij in het islamitische land wonen, maar ze moeten wel aan de regel houden van de islamitische land. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Hier hebben we het over. Islam dwingt niet dat ze moslim moeten worden. Dat is het. Waarom? Omdat Allah Ta'ala zegt, La ikraha fi d-din. Er is geen dwang in de dien. Dus je mag niemand dwingen om moslim te worden. Het is zelfs wajib dat je hun beschermt. Kuffar die in de islamitische landen wonen, het is zelfs fard wajib dat je hun beschermt en dat je hun niet onrecht doet. Dat is belangrijk. Je mag de kuffar die verbond hebben, verbond, ah, noemen ze? Overeenkomst. Je mag, ja, de kuffar die overeenkomst hebben met de moslims, je mag ze geen onrecht doen. Je mag ze niet zulm doen, onrecht doen. En je moet ze, als ze in een islamitische land zijn, moet de staat hun
beschermen. De hadith die in moslim staat, hadith Urwa. Marra Hisham ibn Hizam ala unasim min al-anbat. Hisham ibn Hizam, een van die sahabis, hij gaat bij in Sham, hij ziet sommige Nasara, sommige christenen, die onder de die onder de zon waren. Ze hebben hun onder de zon gelegd. Iemand als ze onder de zon leggen, dan dat is een straffing. Hij ziet dat en hij vraagt wat is er met hun gebeurd? Midden in de zon, dat is heel warm. Hij vraagt wat is er met hun gebeurd? En ze zeggen tegen hem, tegen Hisham ibn Hizam, een van die sahabis, hubisu fil jizya. Zij zijn hier vastgehouden omdat ze de jizya niet konden betalen. Jizya. En Hisham ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu zegt, ik heb de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit horen zeggen, inna allaha yu'addibu alladhina yu'addibuna an-nasa fi dunya. Allah ta'ala zal de mensen die de andere mensen straffen in de wereld, Allah ta'ala zal ze in yawm al-qiyama zal hij hun straffen. Daarom, ook al kunnen ze de jizya niet betalen, of je mag ze niet zulm doen, onrecht doen, want ze kunnen niet betalen, dan zeggen wij, als ze niet kunnen, dan hoef je niet te betalen. Daarom gaan we jou niet straffen, gaan we jou niet martelen. Dat is verboden in islam. Daarom zegt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala in zijn boek Ahkam al-Dhimma, لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه. Het is niet toegestaan dat je hun iets dwingt wat zij niet kunnen. ولا تعذيبهم ولا حبسهم. Het is ook niet toegestaan dat je hun martelt, dat je hun in de gevangenis zet, dat je hun slaat. Als zij het niet kunnen, dan moet je dat, dan is het niet toegestaan dat je deze dingen naar hun doet. Dus islam is rechtvaardige dien. Als ze het niet kunnen, dan moet je dat hun niet aandoen of een bevel geven. En zoals in deze hadith, Allah ta'ala zal mensen straffen, adab geven, die de andere mensen straffen. Daarom is het niet toegestaan. En islam heeft ze geaccepteerd in hun geloof. Je kan ze niet dwingen dat ze moslim worden. Dus een dwang is er niet in de islam. Dat is de eerste stelregel. En je moet ze beschermen. Je moet ze niet martelen. Je moet ze niet onrecht doen. Dat is belangrijk. Tweede stelregel is, het is toegestaan. De sharia heeft toestemming gegeven dat je met de kuffar een verband of verbond kan doen, overeenkomst kan doen. Dat is in islam toegestaan. Ook al is er een nadeel tegenover de moslims. Er is misschien een kleine nadeel tegenover de moslims, maar daartegenover is er een grotere voordeel. Als de voordeel groter is dan de nadeel, dan mag je met de kuffar een overeenkomst doen. Of verbond kan je met hun sluiten. Dat is toegestaan in de islam. Maar ook al is er een klein beetje nadeel tegenover de moslims, als de voordeel groter is, kan je dat doen. Omdat Allah ta'ala zegt, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Als zij vrede willen, accepteer hun vrede. Accepteer die vrede. Ga verband met hun maken. Daarom, hadith die in Abu Dawud staat, hadith Miswar ibn Makhrama,
Hij zegt, en de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salih al-Suhail ibn Amr, bil Hudaybi ala wad' al-qital 10 sinin. Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft met Suhail ibn Amr, dat is de rasool, vertegenwoordiger van de kuffar, hij heeft met hen een verband gemaakt, overeenstemming, ittifaq, overeenkomst gedaan, dat ze 10 jaar niet oorlog voeren. Dus profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gewoon met hun overeenkomst gedaan dat ze 10 jaar de gevechten laten. En ook hadith die in Bukhari staat, in die verband, Suhail ibn Amr zegt, profeet sallallahu alaihi wa sallam schrijft in die brief van Muhammadun Rasulullah, profeet van Allah ta'ala Muhammad. Suhail ibn Amr zegt, als wij wisten dat jij profeet was, zouden we niet oorlog voeren met jou. Schrijf van Muhammad ibn Abdullah. En daarom heeft profeet sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ibn Abdullah geschreven. Dus dat is eigenlijk een nadeel voor de moslims. Maar toch heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam dat geaccepteerd, omdat de voordeel groter is. Daarom broeders, wat betreft verband maken, overeenkomsten maken met de landen van de kuffar, dat kunnen wij natuurlijk niet beoordelen. Dat doet de moslimregeringsleiders en de ulema. Maar soms zien wij dat deze, dat sommige verbanden, overeenkomsten, dat daar een nadeel is tegenover de moslims. Wij zien dat met onze ogen. Maar de ulema zien verder. Ulema zien verder dan wij. Zij weten de toestanden. Zij weten de wat de voordeel of wat de nadeel is. Daarom doen zij. Sommigen geven zij fatawa dat het mag enzovoort. Omdat zij een betere... betere inzicht hebben. En ook in deze hadith die in Bukhari staat, profeet sallallahu alaihi wa sallam maakt overeenkomst met hun. Hij schrijft Muhammad ibn Abdullah, dat is één, en hij is één van die dingen is, van die overeenkomst is, als de moslims van Mekka naar Medina komen, dan zullen de moslims hun niet accepteren. Ja, nee, dit is echt, als je het kijkt, is dit echt een, dan lijkt het dat het echt een nadeel is. Het is ook een nadeel. Maar, daar tegenovergestelde is er een grotere voordeel. Daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat geaccepteerd. En wat is die voordeel? Dat ze ons laten, dat we sterker worden. En dan pas zullen we met hun oorlog voeren. Zullen we Mekka bevrijden. Daarom profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft dat gezien. Daarom heeft hij ook al was er een paar nadelen voor de moslims. Heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam dat geaccepteerd. Kijk, moslims komen naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Zoals Abu Jandal en Abu Basir. Ze komen naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Met kettingen in zijn hand. Maar profeet sallallahu alaihi wa sallam accepteert hun niet. Vreemd om? Als een van die Khawarij in die tijd was, zouden ze dat niet accepteren. En ook Khawarij in deze tijd, je ziet sommige verbanden met kuffar enzovoort. Misschien is er een paar nadeelden, maar ulema hebben een jawaz, hebben een fatwa gegeven dat het toegestaan is, omdat de voordelen hoger zijn, groter zijn. Daarom heeft de ulema sommige fatwa gegeven. Maar de Khawarij kunnen die in zich niet zien. Daarom praten zij met hun emoties. Met hun emoties. Ik geef een voorbeeld. Als de dokter zegt, deze persoon is ziek, als we zijn hand niet afhakken, of zijn voet niet afhakken, dan gaat die ziekte verder verspreiden. Dus we moeten zijn hand afhakken. Mensen die daar geen kennis hebben, verstand hebben, die zeggen,
Wat doe je? Ben je gek geworden? Je kan toch niet iemand zijn hand afhakken? Maar de ahl al-ilm, de geleerden, de dokters zeggen, als we dat niet doen, wordt het alleen maar erger. Daarom geven ze zo'n fatwa, bewijzen van spreken. En ook de ulama in de islam. Misschien zien wij dat sommige dingen nadeel is. Sommige dingen kunnen wij niet zien. Maar als wij de ulama, als wij niet weten, dan volgen we de mensen die het wel weten. En dat is de ulama die wij vertrouwen. Zoals Sheikh Uthaymeen, zoals Sheikh Albani, Sheikh Bin Baz, Sheikh Fawzan, zoals Sheikh Rabi enzovoort. Tayyip. En het is ook niet toegestaan. Daarom broeders in hadith. Sahel ibn Hanif. Deze is een sahabi. Deze hadith staat in Bukhari. Hij zegt radiyallahu ta'ala anhu. Ittehimu ra'yakum. Hij zegt. Ittiham. Beschuldig je eigen mening. Kijk wat hij zegt. Hij zegt beschuldig je eigen mening. Ra'aytuni yawma Abi Jandal law astati'u an arudda amra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la radadtuhu. Die dag van Hudaybiyah was ik zo emotioneel. Als ik het kon, zou ik de daad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet accepteren. Als ik het kon, door mijn emoties. Daarom zegt hij, je eigen mening beschuldigt je eigen mening. Als er een sunnah is, of als er een ayah is, als Allah en zijn profeet wat zegt, en het komt niet één overeen met jouw eigen mening, met je eigen logica enzovoort, beschuldig je eigen verstand. Zegt Sahel ibn Hanif radiyallahu ta'ala anhum. En het is ook niet toegestaan, als er een verband is, overeenkomst is tussen de kuffaren en tussen de moslims, dat je die overeenkomst niet nakomt. Dat is ook niet toegestaan. Als een moslimregering leider dat heeft gedaan, dan mag jij als een persoon die overeenkomst niet schenden. Dat mag je niet doen. Waarom kijk deze hadith die in moslim staat, hadith Hudayfa. Hudayfa en zijn vader, die gaan van Mekka naar Medina. Het is oorlog tussen moslims en tussen de kuffar. En de mushrikien, de kuffar, houden Hudayfa en zijn vader tegen. Zeggen, waar gaan jullie heen? We gaan naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jullie kunnen niet gaan. We geven jullie geen toestemming alleen als jullie onze voorwaardes accepteert. Ze vragen, wat is jullie voorwaardes? Zeg als jullie naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam gaan, moeten jullie niet Mohammed sallallahu alaihi wasallam helpen tegenover ons. Als jullie dit accepteren, geven we jou toestemming dat je gaat. Zodra dat niet is, geven we geen toestemming. En Hudayfa en zijn vader accepteren deze voorwaarden. En ze komen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ze vertellen wat er gebeurd is. En profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Nafi lahum ahdahum. Wa nasta'inu Allah ta'ala. Alayhim. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wij komen onze belofte na. Jullie hebben een belofte gegeven dat jullie ons niet helpen. We komen onze belofte naar. En we vragen hulp van Allah ta'ala. Zelfs in de oorlog tussen de moslims en de kuffar, profeet sallallahu alayhi wa sallam komt die belofte na. Zelfs in de oorlog. Moet je nagaan. Ja, als er geen oorlog is, hoe dat is. Daarom broeders, de Khawarij in deze tijd, nasallahu alaihi wa sallam, als je ziet dat er verband is tussen de moslims en de kuffar, zij zien deze dingen niet. Ze vermoorden de kuffar,
Mu'ahedin, Musta'manin. Ze gaan naar een land. Want als zij naar een land gaan, naar een niet-moslimland, dan heb jij een verband tussen jou en tussen hun. Ze geven jou visum. Ze zeggen, we geven jou wel een visum, maar je moet wel aan de regels houden. Je moet handtekening doen. Dit zijn onze regels. We geven jou onze regels. We geven jou een visum, maar je moet aan de regels houden. En jij accepteert dat. Dus als jij in die land gaat, moet jij aan die regels houden. Als jij dat niet doet, dan heb je een grote zonde gepleegd. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah. Degene die mu'ahad vermoord. Mu'ahad is als er een verband is tussen de islam, tussen de moslims en de kuffar. En toch maak jij hun dood. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, deze persoon kan de geur van de jannah niet ruiken. Geur van de jannah kan hij niet ruiken. Laat staan, dit is tegenover de kuffar. Laat staan als jij de moslims vermoordt. Dat is natuurlijk groter dan sallallahu alaihi wa. Want Khawarij in deze tijd, zoals jullie het zien, ze maken meer moslims dood dan de kuffar. Als er één bom ontploft in een niet-islamitische land, gaan er duizenden bommen ontploffen in de islamitische landen. Kijk maar naar Irak, kijk maar naar Afghanistan, kijk maar naar Algerije, kijk maar naar Saudi, Jemen enzovoort. Wat er komt, zij willen de moslims doden. Daarom heeft profeet sallallahu alayhi wa sallam ook gezegd, yatrukuna ahl al-awthan wa yaqtuluna ahl al-islam. Zij zullen de kuffar laten en met de moslims vechten. Naam. Vallen toeristen daar ook onder? Toeristen, tuurlijk. Mu'ahad, dus dat gebeurt in het islamitische land? Mu'ahad, of mu'ahad is als je verband hebt met de niet-moslims. Er is ook een musta'man. Musta'man is iemand die jij hebt gezegd, je bent veilig in ons land, kom maar naar ons land. Je hebt een garantie gegeven. En toeristen vallen onder dat. Want jij geeft ze toestemming en jij bent verantwoordelijk van hun veiligheid. Dus je hebt een emmen gegeven, je hebt een garantie gegeven. Dus als hij hem vermoordt, dan dat is een van de grootste zondes. We gaan het ook straks krijgen als hij zo'n persoon vermoordt, dan is de la'na van Allah, van de profeet en van moslims voor deze persoon geworden. Ja, dus jij hebt een ijara gegeven, je zegt tegen een kafir, ik bescherm jou. Zoals een islamitische leider. Hij zegt, ik bescherm jou, kom maar naar mijn land. Dan mag niemand van de moslims hem aanraken. Hem kwaad doen. Als hij dat doet, men aghfara muslimen, fa'alayhi la'anatullahi. Wal malaikati wal nas ajma'in. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, degene hem die hem kwaad doet, profeet zegt, zal de la'na van Allah ta'ala, van engelen en van alle mensen, la'na van hun zal op hem komen. Men aghfara muslimen. Aghfara al-ahd, khalaf al-ahd. Tijp, dus dat is niet toegestaan. Dus dit is de tweede regel is dat je met hun verbond kan maken, ook al is er een nadeel tegenover de moslims, maar als de voordeel groter is, dan kan je met hun verbond maken. Derde sterregel. Het is natuurlijk alaykum salam, wajib. Als er een oorlog is tussen de kuffar en tussen de
moslims, dan is het verplicht dat je de moslims helpt. Sahwalala. Sahih, maar met één voorwaarde. Of twee voorwaarden. Eerste is, als er een verbond is tussen jou en tussen de kuffar die de mushrikien, die de moslims, die met de moslims oorlog voeren, dan moet je die verbond nakomen. Vreemd om? Welala? Dus stel je voor, een islamitische land en een land van een niet-islamitisch land, die doen oorlog. Die voeren oorlog. Maar er is verbond tussen jouw land en tussen die land van de kuffar, dat je elkaar 10 jaar of 5 jaar of weet ik veel, dat je elkaar niet kwaad mag doen. Er is een verbond. Dan moet je die verbond nakomen. Vreemd hem? Dat is één. En ten tweede is, als jij zelf aajiz bent, zwak bent. Als je eigen land zwak is. Dan is het niet toegestaan. Dan is het ook niet verplicht dat je de moslims helpt. Als je zelf zwak bent. Tijm, misschien vragen een van jullie dan. Tijm, moeten we de kuffar laten? Ja, dan moeten we ze laten dat ze de moslims afmaken. Dat kan toch niet? Dan zeggen wij, sahih, maar er zit een verbond tussen jou en tussen die land. Of je zegt, luister eens, als jij kracht hebt, als jij machtig bent, jouw land machtig is. Of je zegt tegen die kuffar, luister eens, we hebben een verbond. Maar als je doorgaat met moslims vernietigen, doodmaken, dan ga ik die verbond opzeggen. Maar als je zwak bent, dan zeg je dat natuurlijk niet. Dan kan je zelf niks doen. Vreemd hem. Dus als er een verbond is tussen jou en tussen de kuffar, dan mag je de je moet die verbond nakomen. Je mag de moslims dan niet helpen. En als je zwak bent, als je eigen land zwak is, dan hoef je die moslims ook niet te helpen. Waarom is dat zo? Omdat Allah Ta'ala zegt, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ. Als zij, yani moslims, door hun geloof jullie hulp vraagt, فَعَلَيْكُمْ النَّصْر. Help hen. Help die moslims. إِلَّا اسْتِثْنَا. Yani, uitzondering. عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٍ. Alleen als er een verbond is tussen jullie en tussen die volk, dan help je hen niet. Dus dat zegt Allah Ta'ala, dat zegt Allah Ta'ala duidelijk. Ook die hadith van, die ik net heb opgenoemd, hadith Hudayfa, die in moslim staat. Hudayfa, moslim, en zijn vader moslim, helpt de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet, omdat er verbond is tussen hem en tussen de mushrikien. En ook profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij in Mekka was, hij zag dat de moslims gemarteld werd. Sahwalala. Yasser en zijn familie. Wat werd er gedaan met hun? Twee kamelen. Ze gingen hem vastbinden. En ze gingen. Vader van Yasser gingen ze uit elkaar trekken. Met twee kamelen. En profeet sallallahu alayhi wa sallam zag dat. Ging hij hun helpen? Hij ging ze niet helpen. Waarom? Omdat hij zelf de kracht niet had. Kijk, een profeet van Allah Ta'ala. Hij zegt niet, zoals de Khawarij die in deze tijd hebben. Ze hebben niks om oorlog te voeren. Ze kunnen niet eens een geweer maken. Niet eens een mes maken. En zeggen, Allah zal ons helpen. Laten we oorlog voeren, Allah zal ons helpen. Dat loopt niet zo.
Kijk, een profeet van Allah Ta'ala helpt hun niet. En hij weet dat er een hulp zal komen, maar toch doet hij dat niet. Waarom? Omdat hij de kracht niet had. Wat zegt profeet Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabran ya Ali Yasir. Hij zegt alleen maar, wees geduldig o familie Yasir. Dat zegt de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dus broeders, als er een verbond is tussen de moslims, of als jij geen kracht hebt, dan mag je ze niet, dan mag je ze niet helpen. Laten we in deze tijd kijken. Sommige kuffar landen, die doen onrecht naar de moslims. Sahih. Maar als jouw land, jouw regeringsleider, geen toestemming geeft dat je daar mag gaan, dan is het niet toegestaan dat je daar gaat. Omdat er een verbond is tussen jouw land en tussen die kuffarland. Dat is eerste en ten tweede, omdat jij de kracht niet hebt. Als zij daar gaat, wat ga jij oorlog voeren? Met een geweer tegenover de vliegtuigen, enzovoort, tanken enzovoort. Dat kan jij niet, dat betekent zelfmoord. Daarom mensen die meestal die naar zulke plekken gaan, paar maanden worden ze al gelijk gedood. En dat noemen ze maal SF shahid. Dat is geen shahid. Dat is geen shahid. Nou. Als jij in het islamische land zit, hè, en het islamische land is heel zwak, en de kofar komen binnen, mag jij dan weggaan met jouw familie of moet je dan opdracht worden? Terwijl je weet, je bent zwak en hebben vliegtuigen, tanken, alles en je hebt niks. Kijk, Ahlul Ilm zegt, als de doula, als de staat zegt, we gaan niet oorlog voeren, en je bent heel zwak, en als je oorlog voert, je weet zeker dat je dat gaat verliezen, dan is het toegestaan dat je wegrent. Dat je geen oorlog voert. Dat is niet de tawalli, toch? Nee, dat is geen tawalli. Dat is toegestaan. Dat is één. Zoals de moslims met Yajuj Majuj zullen doen. Vem, Yajuj Majuj, heel veel mensen. Yani, ze weten zeker dat ze hun niet kunnen winnen. Daarom gaan ze naar een berg met Isa a.s. Omdat ze weten dat ze het verliezen. Ook in deze tijd. We weten zeker 100% dat we hun niet kunnen winnen. Ja, en wie beweert dat we hun aankunnen, die liegt. Takabur, ja, die liegt terwijl hij het echt weet. Waarom? Wij hebben geen tawhid. Dat is het belangrijkste. Als we geen wapens hadden, we hadden tawhid, zou ik zeggen, oké, inshallah, Allah zal helpen. Maar we hebben geen tawhid en we hebben ook geen technologie. Hoe ga je dan nog winnen? Maar er is zo'n toestand, Ahlul Ilm zegt, als jij in een land bent, en er is bijvoorbeeld oorlog, maar als die kuffar naar je huis komt, ze vallen die huis binnen, dan is het toegestaan dat je jezelf verdedigt. Dan hoef je niet toestemming vragen van je regeringleider. Want in deze situatie kan je dat niet doen. Want je bent bezig. Hij wil je vermoorden. Ga je zeggen, wacht even, ik moet even vragen. Maar als je gaat ontsnappen, mag je ontsnappen, toch? Nou, maar als hij jou dood wil maken enzovoort, kan je jezelf verdedigen. En daarom zegt in sommige boeken, je moet uitkijken, staat bijvoorbeeld, je hoeft geen toestemming vragen van een regeringleider, kada kada. En die gewaars pakken deze dingen natuurlijk. Ahlul Ilm wil bedoelen, je hoeft geen toestemming te vragen van een regeringleider, ze willen deze situatie bedoelen. Als de kafir naar je huis komt, hij wil je doden, in deze situatie hoef je geen toestemming te vragen. Dat is niet in de, dat hoeft niet in de oorlog te zijn, dat kan ook niet. Als er geen oorlog is, als jij in je huis bent en iemand wil je vermoorden, iemand wil je bezitting afpakken. Of hij wil iets doen naar je vrouw enzovoort, dan heb je geen toestemming nodig. Dan verdedig je jezelf. Ook al is het komt het tot dat je hem doodmaakt. Vreemd hem? Nou. Bijvoorbeeld in dit geval, iemand komt naar je huis, hij wil jouw bezit
is het beter om jouw bezit te geven en zeggen van voor jouw veiligheid, of is het beter om met hem te strijden totdat een van jullie... Ahlul ilm zegt dat je bezit verdedigt of dat soort dingen is mustahab. Zeggen ze, het is als het daardoor aanbevolen. Als het daardoor doodgaat, dan inshallah wordt je shahid. Maar het is niet wajib. Wat is wajib? Wajib is dat je jezelf en dat je je eer verdedigt. Dat is wajib. Dan kan je niet zeggen, ik ga weglopen enzovoort. Je moet jezelf, en je eer verdedigen. Of je kan niet zeggen, ik wil zo zeggen, je kan niet zeggen, ja... Laat hem mij maar doodmaken. Ik ben toch mazloom. Yani, er is mij onrecht aan. Onrecht gedaan aan mij. Dat kan je niet zeggen. Je moet jezelf verdedigen. Maar valt vrouw onder je eer of niet? Je vrouw valt onder je eer of niet? Als vrouw niet is, wie is het dan? Man. Als in de Islamische landen, daar woonden Hindoes of Christen. In de regel, gewoon vragen van regel om te zeg maar, kerk bouwen of scholen voor Hindoes en lezen of zo. Mag de hukuma helpen hun met die bouwen van kerk? Er is een ding, ma'abit, yani, kerken, huizen van hun mogen ze in een islamitisch land niet bouwen. Vreemd. Maar ze geven toestemming als er een kerk al was. Vreemd. Ze geven toestemming dat ze hun ibadah daar doen. Maar ze mogen niet nieuwe kerken bouwen. En zelf ze zeggen, en daar zit ijma in. Ijma heeft Suyuti rahimallah overgeleverd. En ze zeggen zelfs, als je naar de boeken van fiqh kijkt, als er iets kapot gaat van de kerk. Een muur bijvoorbeeld, valt enzovoort. Ze mogen zelfs die muur niet opnieuw bouwen. Tayyip. Ala kullahal, we gaan verder. Broeders. In deze ayah staat. Wa in istansarukum fiddini. Hier moet je uitkijken. Fiddin. Ja, en ze vragen jullie hulp. Moslims vragen jullie hulp. Voor hun. Voor hun geloof, voor hun dien. Dan moet je ze helpen alleen als er een verbond is tussen jullie en kuffar. Of als je zwak bent. Hier in deze ayah staat fiddin. Yani, als jullie hulp vragen door de dien. In deze tijden, in deze tijd. Meestal vragen ze hulp of ze voeren oorlog. Niet om de dien. Ze voeren oorlog om de land, om de aarde, om de siyase, yani politiek, om hun eigen hizb te verdedigen, om reclame te maken voor hun eigen partij. Ze gooien een bom bijvoorbeeld, maar met die bom willen ze niet van i'la'u kalimatillah, dat de dien hoger wordt, la. Ze doen dat voor grond. Of voor politieke redenen. Om, voor, om te reclame voor zijn eigen partij. Ze verklaren zelfs Ahl al-Tawhid als... Ze noemen hem als Wahhabiya bijvoorbeeld. Sahwalala. Ik geef een duidelijk voorbeeld. Hamas. Ikhwan al-Muslimin. Die met de Joden vecht. Die noemen Salafis Wahhabiyun. Dat hebben ze duidelijk meerdere malen gezegd. Mensen die tegen shirk zijn, die tegen bid'a zijn, noemen ze bijvoorbeeld Wahhabi. Ze verkleinen hem. Ze zien hem als verdwaalde mensen. Nog een voorbeeld, Taliban. Deze mensen zijn extreem soefies. Zij verklaren Ahl al-Tawhid als mushrikin, als mujassima, als mushabbiha. Hoe kan je hun dan nog helpen? Terwijl ze vijand zijn van de sunnah, dan van Ahl al-Tawhid. Hoe kan je hun dan nog helpen? Kijk naar hun landen, kijk daar die graftombes.
Kijk naar die mensen die shirk doen. Kijk naar die mensen die bid'a doen. Naar hun, zij doen dat zelf. Zij verdedigen die ahle shirk. En dan komen een paar khawarij die zeggen we gaan de moslims helpen. Wat voor moslims? Moslim die de ahle tawhid mushrik noemen? Daar moet je uitkijken. Dus die help komt alleen voor als de hulp vraagt voor de dien. Als de hulp vraagt voor de dien. Is de Taliban Sufis? Nou. Sufis en Khawarij, ze hebben alles en nog wat. Tayyip. Dus de derde steenregel is. Je moet ze helpen alleen als er een verbond is of als je zwak bent. Nou. Er is geen jihad helemaal, daar geen jihad aanwezig of wel? Nee. Daar kunnen wij natuurlijk, ik, niet een hukum geven, een oordeel geven. Maar ulama'una, onze geleerden hebben gezegd, er is geen jihad daar. Zoals Sheikh Fauzan, ulama die wij vertrouwen. Van Salafis. Vreemd op. Wat betreft Filistijn, zij zeggen ook dat die ikhwan al-muslimin enzovoort allemaal fouten maken. Destijds had Sheikh Bin Baz, rahimallahu ta'ala, had een fatwa gegeven. Hij had gezegd, wees blij wat je nu in je handen hebt. En je kan ook verbond maken met de Joden. Zo'n fatwa had hij gedaan. Toen hij die fatwa had gegeven, die Ikhwanis die gingen, die waren paranoia geworden door die fatwa. Hoe kan dat? Kada, ze hebben ons land afgepakt. Kada. Nu hebben zij zelf een verbond. Nu maken zij zelf een verbond. Destijds had een van die Ikhwanis, Qardabi, had zo'n voorbeeld gegeven. Hij zei, hoe kan het als jij in een huis bent en die huis heeft zeg maar 6 kamers en de vijand pakt 4 van die kamers af. Hoe kan je dan nog zeggen... Je kan verbond maken van hun, met hun. Toen zei Sheikh Bin Baz, rahimallahu ta'ala, het is beter dat je 2 kamers over hebt dan helemaal geen kamers. Rahimallahu ta'ala. Ik heb een vraag. Stel voor een land wordt aangevallen door de kuffar. En ze hebben een verdrag gesloten. Maar dan valt de kuffar een ander islamitisch land aan. En die islamitische land vraagt die land weer om hulp. Die verdrag heeft gesloten met de kuffar. Moet je dan een islamitische land helpen of moet jij je houden aan die verdrag die je hebt gehouden met de kuffar? Ja, nou, sorry, Jan, ik kon het niet volgen. Ik geef voorbeeld. Stel voor Egypte heeft oorlog met Amerika. Ja. En ze sluiten een verdrag, een vredesakkoord. Maar dan valt Amerika bijvoorbeeld Saudi-Arabië binnen. Ja. En Saudi-Arabië vraagt hulp van Egypte. Wat moet Egypte doen? Moet Saudi-Arabië helpen? Of moet... Kijk, zoals ik zei. Dit is natuurlijk grote zaken. Zoals ik zei, ahlul ilm zeggen. Of je zegt, we hebben een verbond, we kunnen ze niet aanvallen natuurlijk gelijk. Want we hebben een verbond. Wat moet je zeggen? Je moet tegen hen zeggen, of als je natuurlijk de kracht hebt. Je zegt, luister eens, of doe geen kwaad tegen moslims. Anders gaan we onze verbond verbreken. Dat moet je van tevoren moet je dat zeggen. Je moet ze niet gadder doen, Janne. Oplichten. Ja, nou. als je zo'n kracht hebt natuurlijk. Als je geen kracht hebt, kan je zelf niks doen. Anders word je zelf gedood. Heeft u iets gehoord over die tijden, Roes was in Afghanistan bijvoorbeeld. Wat u had gezegd, die ulama van Saudi, daar was de jihad of niet? Maar, ik weet niet. Vroeger? Ja. Maar, want daar was ook gewoon die mensen in een... Alla kulla al broeders, kijk, ulema in de oorlog van de Eerste Afghaan oorlog, 81, zo. Ze hadden fatwa gegeven dat toegestaan was enzovoort. Maar later zijn ze, ja, de meeste van hun hebben spijt gekregen. Vreemd om. Weet je waarom? Mensen die daar zijn geweest, zijn als tekfir is teruggekomen. Gewaar is teruggekomen en ze zijn... probleem geworden voor hun eigen land.
Daarom, ulema, die kijkt nu echt uit. Voorzichtig. Voorzichtig. Want meestal, mensen die naar zulke dingen gaan, 99% worden ze tekfiri, khariji. Ze komen met rare gedachten. Taip. Vierde stelregel, broeders. Het is toegestaan dat je van de kuffar hulp vraagt als er een grote voordeel is. Dan is het toegestaan dat je van de kuffar hulp vraagt. Dat je hun hulp aanneemt. Accepteert. En hier zit... deze mening is van Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i en Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah ta'ala. Zij zeggen dat het toegestaan dat je van de kuffar hulp vraagt. Vreemd hem. Dus volgens de meerderheid van de geleerden zeggen dat dat toegestaan is. Als zij in deze tijd hulp vragen van de kuffar, een islamitisch land, hulpvraag van de kuffar bijvoorbeeld, tegenover de vijand. Wat zeggen de Khawarij? Hoe kan dat? Kada, jullie zijn kafir geworden, jullie hebben een verbond gedaan met de kuffar, enzovoort. Sahwalala. Ze komen altijd met emotionele uitspraken. Dat is omdat ze geen kennis hebben, omdat ze jahil zijn. En sterker nog, ze verklaren die moslimsleiders als kafir. Terwijl de meeste geleerden zeggen dat dat toegestaan is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ook gedaan. En sahaba radiyallahu ta'ala anhum heeft dat ook gedaan. Laten we naar de bewijzen kijken. Dus dit is de mening van de meeste geleerden. Profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij in Mekka was, wie ging hem helpen? Meest? Abu Talib, sah wa lala. En wat was Abu Talib? Mushrik, kafir. En toch, profeet sallallahu alayhi wa sallam ging onder zijn bescherming. En ook profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals het in Bukhari staat, toen hij naar Taif kwam, wou hij weer naar Mekka komen, ging hij onder de bescherming van Mut'im ibn Adi. En Mut'im ibn Adi was destijds, hij was kafir, naam. Hij was ongelovig. En ook Asar die in Bukhari staat, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, toen hij naar Habesha ging, heeft hij Ibn Daghina, een kafir die Ibn Daghina heet, heeft hij hem gezien. Ibn Daghina zei, waar ga jij? Hij zei, mijn volk heeft mij weggehaald. En daarom ga ik weg. Toen zei Ibn Daghina, mithulka la yakhruj wa la yukhraj. Zoals jij kan niet weggaan, jij bent zo en zo en zo. Daarom is die onder zijn himay, onder zijn bescherm geweest. En hij was kafir. En ook in Fath Mekka, toen profeet sallallahu alayhi wa sallam Mekka bevrijdde, had hij hulp van Bani Khuza'a. Bani Khuza'a, want ze hadden een verbond met Bani Khuza'a. Bani Khuza'a was een volk die kuffar waren. Profeet sallallahu alaihi wasallam had een verbond met hen. En toen ze de zeiden, profeet sallallahu alaihi wasallam had een verbond, ze zeiden als de mushrikien van Mekka jullie wat aandoen, dan gaan we jullie helpen. Yani Bani Khuza'a, kuffar, gaan we helpen. Toen had de mushrikien die verbond hadden zij verbroken. Toen heeft profeet sallallahu alaihi wa sallam Bani Khuza'a geholpen. Toen zei hij, die verbond tussen ons en tussen de kuffar, mushrikien, is weg. Daarom gingen ze Mekka aanvallen.
tijdens de Mekka aanvallen, waren ook mensen van Bani Khuza'a, gingen de profeet sallallahu alayhi wa sallam helpen. Vreemd hem. Dus je kan als een islamitische land bijvoorbeeld een verbond maakt met een niet-islamitische land, en die niet-islamitische land die doet oorlog met een ander land, dan is het toegestaan dat jij die land helpt. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat met Bani Khuza'a heeft gedaan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook hulp van hun gevraagd. Ja, en. Nee, zijn vraag was. Een verband met een islamitisch land, met een niet-islamitisch land. En een niet-islamitisch land had oorlog met een ander islamitisch land. Was dat je vraag? Nee, dat is anders. Als het zo is, dan is het toegestaan. En ook een naam. Ja, dat heb ik daarnet verteld. Dan mag je die verbond niet verbreken. Dan mag je ze niet bedriegen. Dat je ze opeens aanvalt. Dan zeg je tegen hun, luister eens, we hebben een verbond. Maar als het zo doorgaat, gaan we die verbond verbreken. Je moet hem van tevoren waarschuwen. Maar dat doe je alleen als je natuurlijk kracht hebt. Als je de macht hebt. En in deze tijd heb je dat natuurlijk niet. Dus houd het op. Ook een hadith die in Ibn Majah staat, hadith sahih, bisnaden sahih. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt duidelijk, satusalihun ar-Roma, wa taghzuna antum wa hum aduwan khalfakum. Hij zegt, jullie zullen een verbond maken met de Rom, en met de christenen, en jullie zullen een vijand die achter jullie is, zullen jullie met die vijand oorlog voeren. Dus de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt dat toegestaan is. Waarom? Want Ahlul Ilm zegt As-sukut fi waqt al-haja la yajuz. Als er een haja, yani, behoefte is, en profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt niks, dan betekent dat toegestaan is. Als het haram was, dan moest hij dat uitleggen. Als hij dat niet heeft uitgelegd, dan betekent dat toegestaan is. En ook hadith die in Bukhari staat. Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in Aam Hudaybiyah heeft hij een spion genomen van Bani Khuza'a. Hij noemt iemand van Bani Khuza'a kafir tegenover de mushrikien, yani Ahle Mekka, heeft hij een spion genomen. Dus hij heeft hulp gevraagd van hun. En ook veel van die mushrikien, die waren aanwezig in Ghazwat Hunayn. Hunayn oorlog. Veel van die mushrikien die niet moslim waren. Een van hun, Shaybat ibn Uthman ibn Abi Talha, zoals het in Tabari staat. Kildat ibn Hanbal, zoals het in Ibn Hibban staat. Suhail ibn Amr, zoals het in Tabakat van Ibn Sa'd staat. Safan ibn Umayyah, zoals het in Muwatta Imam Malik staat. Dit zijn allemaal, deze mensen waren helemaal niet moslim. Ze waren allemaal kuffar. Maar toch hebben ze de Yawm Hunayn, toch hebben ze de moslim geholpen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat geaccepteerd. En ook profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hulp geaccepteerd of een verbond gemaakt met de joden in de Medina. Want toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar Medina kwam, had hij een verbond. Hij zei met de joden, hij zei, als er een vijand komt, zullen wij en jullie deze stad verdedigen. Dus dat is betekent dat er een verbond is, dat zij de hulp van de joden accepteren, dat toegestaan is. Dat is toegestaan met de joden, laat staan met andere kuffar. En ook profeet sallallahu alaihi wa sallam die ging ook hulp vragen van de munafiqin. Zoals het in Bukhari en Muslim staat, dat een groep van de munafiqin teruggingen
van de oorlog van Uhud. Was ongeveer 12.000 soldaten. Afwan was een groep soldaten. En een groep van die munafiqin ging terug. Ging gewoon terug. Maar in het begin heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam hun hulp gewoon geaccepteerd. Maar zij hebben dat natuurlijk niet gedaan. En munafiqin zijn natuurlijk kuffar. En ook zoals het in Bukhari staat, dat profeet sallallahu alaihi wasallam, toen hij naar Medina ging, heeft hij een dalal, iemand die de weg wijst, heeft hij een gids genomen. En die gids was mushrik. En ook profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hulp van joden genomen in Khaybar. Toen hij de Khaybar had veroverd, toen zei hij, we laten jullie hier, werk hier. En helft van jullie bezit, helft van die dados enzovoort, die is voor ons en de helft voor jullie. Werken jullie daar maar. Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat gewoon geaccepteerd. Dus waarom zeg ik dit? Je ziet de Khawarij die zeggen, ja, kuffar zijn in moslimlanden. Ze werken in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, in islamitische landen. Zij verdienen, enzovoort, enzovoort. Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat. Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat. Geaccepteerd. Hij zei, werken jullie maar. Helft van die daders is voor jullie en helft voor ons. Dus dit is de vierde stelregel dat het toegestaan is. Er is een hadith. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in die hadith. En die hadith staat in moslim. Er komt iemand. Hij wil een mushrik. Hij wil de profeet sallallahu alaihi wasallam helpen. Hij zegt, profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, is de idhab felan asta'ina bu mushrik. Ga weg, ik vraag geen hulp van een mushrik. Mensen die, khawarij, die komen alleen maar met deze bewijzen. Zoals ik eerder heb gezegd, Ahlul Bid'ah. Een van de tekenen van Ahlul Bid'ah is, zij pakken één bewijs en de 100 bewijzen, die laten ze. Of ze pakken een klein stukje en ze kijken niet naar de rest. Dit is een teken van Ahlul Bid'ah. Ahlul Sunnah die kijkt naar alle bewijzen. Dit is zo, we pakken alles. Dus ze zeggen, felan esta'ina bi mushrik. Ik ga geen hulp vragen van een mushrik. Omdat hij, dan zeggen wij, profeet sallallahu alaihi wasallam heeft daar geen hulp gevraagd. Omdat hij dat niet nodig had. Kijk, Ahlul Ilm die doen allemaal jama'. Yajma'una bayna al-adilla. Ze brengen die bewijzen samen. Zeggen niet, we accepteren dit niet, we accepteren dat niet. La. Ahlul Sunnah zegt, we accepteren alles. Maar dan wordt er hier bedoeld van, dan zeggen wij hier, profeet sallallahu alaihi wasallam had dat niet nodig. Hoe weten we dat hij dat niet nodig had? Omdat er andere bewijzen is, dat profeet sallallahu alaihi wasallam hulp heeft gevraagd van de mushrikien. Omdat hij het nodig had. Of, sommige ahlul ilm zeggen bijvoorbeeld, profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat gezegd, ik vraag geen hulp van een mushrik, omdat hij wou dat die persoon moslim werd. Want als hij tegen hem zo zegt, dan voelt hij zich gekleineerd. En ook doordat, na de derde keer werd hij moslim. Toen profeet sallallahu alaihi wasallam dat zei. Dus met zulke dingen, zeggen ahlul ilm, die combineren de bewijzen samen. Ze pakken niet eentje en de rest laten ze. Dat doen ze natuurlijk niet. En we weten natuurlijk dat ikhtilaf tussen zoals Sheikh Al-Bani heeft toegestaan. Welke bewijzen gebruiken die andere dan? Grootste bewijs is deze bewijs. Felen esta'ina bi mushrik. Maar hoe interpreteren jullie dat? Ja, zij pakken het gewoon letterlijk. Ala kullal, mensen die zeggen dat het niet toegestaan is, dat is natuurlijk zwakke mening.
Ja, en Imam Malik, er is ook een mening van Imam Malik, twee rivayat. Imam Malik, rahimallahu ta'ala, zegt ook dat dit niet toegestaan is. Maar zij zeggen, zij hebben volgens hun bepaalde bewijzen. En zij zeggen, zij hebben natuurlijk ook deze bewijzen gezien, die ik daarnet heb opgenoemd. Misschien zien zij dat als zwak, misschien wisten ze dat niet, misschien interpreteren zij dat anders. Maar Ahl al-Bid'a doet dat niet. Ahl al-Bid'a, het teken van Ahl al-Bid'a is, zij pakken één en die andere dingen, ze gaan dat niet onder, ze gaan het niet eens onderzoeken. Zeggen we accepteren het helemaal niet. Vreemd, of we zien het niet. We zien het niet. Of zeggen, ja, in deze situatie pakken we gelijk een mening van Albani, rahimallahu ta'ala. Albani, grote alim, kada, kada. Maar andere onderwerpen, zeggen ze, Albani is een alim van regeringsleiders. Ulema al-Sulta. Alim al-Sulta. Ahlul hawa, nasallahu alayhi wa sallam. En ook al zeggen we dat er een meningsverschil is tussen Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Maar we kunnen, yani iemand die zo'n mening heeft of andere mening heeft, kunnen wij niet hem als Ahl al-Bid'a noemen. Maar het probleem, dat doen zij wel. Vreemd. Niet alleen Ahl al-Bid'a, zij noemen het zelf als kufr, kafir. Toen er de oorlog was in 91 tegenover Irak. Golfoorlog. Had Saudi hulp gevraagd van Amerikanen. Die Ikhwanis, die Tekfiris, zoals Sefer Hawali in die tijd, Salman Oude en zij. Misschien heb jij zo'n mening dat het niet toegestaan is. Labes, je mag zo'n mening hebben. Maar er is een stelregel volgens Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Zij zeggen, als er een twee mening is of drie mening is. En de regeringsleider pakt een van die mening, dan heb jij geen recht om daar bezwaar te hebben. Misschien jouw eigen mening, die hou je voor jezelf. Maar je mag niet mensen gaan oproepen, dit is niet toegestaan, die mening is fout, kada. Want de regeringsleider heeft dat al bepaald, galas. Daarom zegt Ahlul Ilm, ida akhada al-hakim qudiya al-amr. En als de hakim, de regeringsleider, een van die dingen heeft gepakt, dan is het over. Dan moet jij die mening van jou voor jezelf houden. Dat is één. En ten tweede, zij kwamen van, zij gingen hun eigen mening, gingen zij, op de mening van andere mensen gingen zij dat opleggen. Vreemd. Want zij zeiden niet van, het is niet alleen toegestaan. Nee, ze gingen ook mensen vertellen van, dit is koever, dit kan toch niet, koefvaar komen, enzovoort, enzovoort. Ze gingen hun als Ahl al-Bid'a noemen. Sterker nog, sommigen gingen hun als, regeringsleiders als, kafir noemen. En dat is die probleem. Tayyip. Vijfde sterregel. Sharia, islam, die wil niet bloed vergieten van de doel van de islam is niet bloed vergieten van de kuffar. Doel van de islam is niet bloed vergieten van de kuffar. Vijfde sterregel is dat. Doel van de islam is niet bloed vergieten van de kuffar. En het doel van jihad is ook niet bloed vergieten. Vreemd. Doel van de jihad is dat je de islam aan de mensen vertelt. Dat je de islam aan de mensen verkondigt. Dat je het verspreidt. Dat je de shirk weghaalt. Dat je de bid'a, shirkiyat en kufr weghaalt. Dat is het doel van de islam.
En niet bloed vergieten. Als het bloed vergieten was, dan zou er geen jizya zijn. Sawalala. Want als de kuffar, als je een verbond maakt met de kuffar, dat je zegt, geef over en ik vergeef je, maar je moet wel een geld geven. Dat is jizya. Als het doel bloed vergieten was, dan zouden de moslims geen jizya pakken. Dus ze pakken de jizya wel, omdat hun doel niet bloed vergieten is. Hun doel is dat ze de tawhid vertellen. Dat ze de shirk vermijden. Dat is het doel van de moslims. Waarom zeg ik dat? Omdat veel mensen, veel van die khawarij, zij begrijpen de jihad verkeerd. Zij denken jihad is bloed vergieten van de kuffar. Dat is die jihad. Maar jihad, dat is geen jihad van Ahl Sunnah. Dit is jihad van Ahl al-Bid'ah, sallallahu alayhi wa sallam. Daarom zeggen zij, we hebben zoveel kafir vermoord, zoveel Amerikaanse soldaten gedood, enzovoort, enzovoort. Zij denken dat de doel van de islam vermoorden is, maar dat is niet zo. Doel van de islam is dat je de tawhid vertelt. En in die landen waar oorlog wordt gevoerd, zoals Afghanistan, Irak enzovoort. Al die tekfiris die gaan daar natuurlijk. En dan zeggen ze, we hebben zoveel kuffar vermoord enzovoort enzovoort. Maar tegenovergesteld, wat hebben ze, wat voor tawhid hebben ze daar gebracht? Hebben ze de graf tombes vernietigd? Hebben ze de mensen tawhid verteld? Zijn de mensen muwahid geworden? Weten ze nu de tawhid beter? Hebben ze geen shirk meer? Hebben ze geen bid'ah meer? Dat niet, precies tegenovergestelde. De Ahlul Bid'ah en Ahlul Shirk is hoger opgekomen. Zoals Rafida, zoals in Irak. En zoals Shia, zoals Sofia in Afghanistan, enzovoort, enzovoort. Dus de doel van de islam is niet bloed vergieten of kuffars afmaken. Doel van de islam is tawhid vertellen. Daarom profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij die Mekka had veroverd, heeft hij ze allemaal vergeven. Sah walala. Hij heeft ze allemaal vergeven. Als de doel van jihad bloed vergieten was, zou hij ze allemaal afmaken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, men dakhala daar Abi Sufyan, fa huwa amin. Degene die naar Abu Sufyan zijn huis gaat, die is veilig. وَمَنْ أَلْقَ السِّلَاحِ فَهُوَ آمِنْ. Degene die zijn wapen verlaat, die is veilig. وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. Degene die zijn deur dicht maakt, die is veilig. Dus, nasallahu alaihi wa sallam, hier moet je uitkijken. Ook, doordat die tekfir is, die jihadis zo denken, is er ook een tashwih sura, yani verkeerde beeld gekomen tegenover de moslims. Ja, de kuffar denken nu van moslims, die willen alleen maar bloed vergieten. Islam is zo, islam is zo. Al die beeld van de islam is ma'alesef slecht geworden. En dat is allemaal door die kuffar. Kijk, profeet sallallahu alayhi wa sallam, door die khawarij en tekfiris. Profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij wist sommige munafiqin, zoals Abdullah ibn Saba enzovoort. Maar hij heeft ze niks gedaan. Waarom? Waarom heeft hij ze niks gedaan? Abdullah ibn grootste munafiq. Omdat hij bang was dat mensen over hem zeiden, Mohammed die vermoord ze eigen vrienden. Dus hij was bang dat de beeld van islam slecht wordt. Vreemd hem. Daarom heeft profeet sallallahu alaihi wasallam dat niet gedaan. En in deze tijd, Khawarij en die tekfiris, die doen alles om de beeld van islam slechter te maken. Nasallahu alaihi wasallam. En dat komt allemaal omdat ze niet naar de grote geleerden luisteren. Omdat ze met hun eigen verstand op de werk gaan. Ook in Khawarij in de tijd van Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, toen hij naar hun ging, hij zei, hij gaf zo'n bewijs. Hij zegt, kijk, jullie khawarij, haruriyya, wie van die sahabis van profeet sallallahu alaihi wasallam is met jullie?
Want niemand van die Sahabis waren met de Khawarij. Hij zegt, wees verstandig. Geen één Sahabi is met jullie. En wij zeggen ook, geen één alim van Ahle Sunnah wal Jama'ah is met die Khawarij in de tijd. In deze tijd. Maar toch, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, die Khawarij zullen tot Yawm al-Qiyamah komen, totdat de laatste van hun met de Dajjal zal zijn. Tayyip. En ook islam wil natuurlijk dat de moslim, dat de mensen naar de islam komen. Islam wil niet bloed vergieten. Islam wil dat ze tawhid leren, dat ze moslim worden enzovoort. Daarom is het ook toegestaan dat je je zakat naar sommige kafirs geeft. Wal mu'allafatu qulubuhum. Je mag je zakat naar sommige kuffaar geven. Als jij weet, als ze met die geld moslim worden. Of als ze, de moslims zullen verdedigen enzovoort. Mag je hun zakat geven. Dus islam wil dat ze moslim worden. Dat ze de waarheid zien. En niet dat ze vernietigd worden. Naam. En als het nou zo, kijk wat ik heb begrepen, mag je zakat aan de dienst geven, aan de koffers? Mag je zakat aan niet alle koffers. Niet allemaal. Nee. Als je weet, bijvoorbeeld, een kaver die heel veel invloed in zijn volk heeft. Vreemd? Stamhoofd bijvoorbeeld. Als je hem zakat geeft, wordt hij vriendelijk tegenover de moslims. Of hij verdedigt de moslims. Of sommige ulema's zeggen zelfs, je kan ook gewoon normale kuffaars geven. Als je weet dat hij met die geld moslim zal worden. Dat zijn hart open wordt. Open staat tegenover de islam. Dan is het toegestaan, zeggen ze. Zelfs als hij niet behoeftig is, zeg maar. Als hij genoeg geld heeft. Zelfs als hij genoeg geld heeft. Zelfs als hij genoeg geld heeft. Daarom profeet sallallahu alaihi wasallam, die gaf 100 kamelen aan mensen die net moslims waren. Vreemd. Ze waren net moslim, gaf die gelijk 100 kamelen, kada. Waarom? Om ze zacht te maken tegenover de islam. Mag met iemand business doen? Een kafir haat doen voor business, dat hij wil, hij gaat van die winst geven voor iemand dat hij is tegen ons moslim. Zijn wat ik bedoel? Bijvoorbeeld, ik ga met een kafir business zaak doen. En van die winst van de geld, hij gaat... Ja, is toegestaan. Is toegestaan. Profeet sallallahu alaihi wasallam, die ging ook tijara doen met Joden. Sahalala. Hij koopte met hem wat. Hij ging tijara doen. Sahabis die deed tijara met Sham, met christenen enzovoort. Terwijl ze oorlog hadden. Abdullah ibn Sabah, leefde hij in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Naam. Is hij tegengekomen en zo? Ja. Abdullah ibn Saba. Hij woonde in Medina met hem. Hij was degene die Aisha radiyallahu ta'ala anha als... Abdullah ibn Saloon is dat toch? Abdullah ibn Ubay ibn Saloon of Abdullah ibn Saba? Abdullah ibn Saba was in tijd van... Ik vergis me volgens mij. Dus Abdullah ibn Ubay ibn Saloon was dat. Sorry. Abdullah ibn Saba was in tijd van... Ali en Uthman radiyallahu ta'ala. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tayyib. Ala kulli hal, profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ze niet gedood. Omdat hij bang was dat de beeld van de islam slechter zou zijn. Tayyib.
Dus de zesde stelregel, broeders. Als een moslim een kafir in de veiligheid stelt, een veiligheid geeft bijvoorbeeld, ijara noemen ze dat, dan is de bloed en de bezit van die kafir is haram. Je kan hem niet aanvallen. Zoals als iemand in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam die was, als een moslim zei, ik deze kafir die is onder mijn bescherming, dan kon niemand die kafir kwaad doen. Daarom heeft profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd, qad ajarna man ajarti ya ja ummahani. En wij hebben veilig gedaan wie jij veilig hebt gedaan, o ummahani. Dat kan een persoon zijn, dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn. Als een moslimvrouw zegt, ik verdedig, yani, deze persoon, deze kafir is onder mijn bescherming. Ook al is het een vrouw, ook al is het een man, dan kan je die persoon, die kafir, niet aanraken. Dan is die bloed en die bezit van die kafir is voor jou haram. Dit is voor normale mensen. Laat staan als het een regeringleider is. Als een regeringleider zegt, je kan naar mijn land komen, ik geef jou bescherming. Ik geef je een visum. Dan is het niet toegestaan dat je die persoon kwaad doet. Als hij dat doet, voor een normale moslim is dat niet toegestaan. Laat staan als hij dat tegenover een regeringleider doet. Dan is het twee problemen. Ten eerste, je doet iets haram, zijn bloed, je doet hem kwaad. En ten tweede, je doet onze je gehoorzaamt je eigen regeringleider niet. Dus dat is die tweede probleem. En dat is natuurlijk grotere zonde. Daarom hadith die in Bukhari en Muslim staat. Hadith Ali radiyallahu ta'ala aan. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, man akhfara musliman fa'alayhi la'anatullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Degene die de moslim ikhfar doet. Wat betekent dat? Een moslim bijvoorbeeld, Abdul Hakim heeft een kafir gebracht. We zijn in een islamitische land. Abdul Hakim heeft een kafir visum gestuurd bijvoorbeeld. Een da'wa, yani? Uitnodiging. En die kafir is gekomen. Dan mag ik hem niet, die kafir mag ik niet kwaad doen. Dan heb ik zijn, zeg maar, veiligheid heb ik dat afgemaakt. Profeet sallallahu alaihi wasallam, wie dat doet, fa'alehi la'natullah. La'na van Allah ta'ala mogen op hem zijn. Wal malaika, en van engelen, wal nas ijma'i, en van heel de mensheid. Moet je, ja, nee, dat is grote zonde, sallallahu alaihi wasallam. En ook profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals ik zei, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Wij beschermen wie jij beschermt, o ummahani, heeft profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd. Zevende sterregel. Het is niet toegestaan. Dus de zevende sterregel is: de bloed van musta'man en mu'ahad en ahlu dhimma is voor de moslim haram. Mu'ahad is als je een verbond hebt tussen jou en tussen die kafir, dan mag je die kafir niet aanraken. Je mag hem niet kwaad doen. Musta'man is een kafir die naar je eigen land komt. En hij heeft een emmen, yani, veiligheid. Regeringleider heeft gezegd, of een andere moslim heeft gezegd, deze zit onder mijn bescherming. Dan mag je hem niet aanraken. Of ahlu dhimma. Ahlu dhimma zijn de kuffar die in het islamitische land wonen. Deze drie mensen mag je niet aanraken. Als hij dat doet,
zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, lam yarah ra'ihat al-jannah. Hij zal de geur van de Jannah niet ruiken. Ook hadith van Amr ibn al-Hamiq, profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, ayyuma rajulin, of ayyuma rajulun, ammana rajulan ala damihi thumma qatalahu fa ana minan min al-qatil bari wa in kana al-maqtul kafir kafiran. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, als een persoon een kafir veiligheid heeft gegeven, hij heeft gezegd je bent veilig, en daarna heeft hij hem bedriegd, hij heeft hem bedrogen en hij heeft hem vermoord. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, ik ben van die persoon, ik neem afstand van die persoon. Ook al is die persoon die gedood is zij kafir. En er zit ook ijma in dat ghadr, bedriegen, haram is in de islam. En deze ijma heeft Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala in zijn boek Al-Istidkar heeft hij dat overgeleverd. طيب. Achtste stelregel. Islam heeft bevel gegeven dat je adil moet zijn, dat je rechtvaardig moet zijn, ook al is dat tegenover de, ook al is dat met kuffar. Je moet altijd rechtvaardig zijn, ook al is die persoon kafir. Je mag niet zeggen, deze persoon is toch kafir. Ik doe me onrecht. Is niet toegestaan. Islam is niet zo'n geloof, zoals de Joden en de Christenen. La. Ook al ben je in oorlog, je moet rechtvaardig zijn. Dat is de islam. Je mag hem niet bedriegen. Waarom Allah Ta'ala zegt, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلِ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Als een volk, als jullie van een volk niet houden, hoe kunnen we dat beter vertalen? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ. Dat jullie niet afhouden om rechtvaardig te zijn. Ja, ne? Hoe zei je dat? Ja, als jullie een volk niet houden, dat moeten jullie niet tegenhouden of afhouden dat jullie niet rechtvaardig moeten zijn. Doe rechtvaardig. Hoe akrabu lit taqwa? Dat is de taqwa. Dat is dichtbij bij het. Taqwa. Daarom, als je naar de sahaba kijkt, ze hebben, als er een probleem was tussen een moslim of tussen een kafir, ze waren rechtvaardig. Ze zeiden niet, deze is toch kafir, geef maar de moslim het recht. La. Zoals in Malik, Muwatta Malik staat, Asr van Sa'id ibn al-Musayyib, hij zegt, قضى عمر رضي الله تعالى عنه لليهود ضد المسلم. Er was een probleem tussen een moslim en een jood. En Umar رضي الله تعالى عنه heeft de الحق, hij heeft de jood gelijk gegeven. Hij heeft een jood gelijk gegeven. Waarom? Dat is rechtvaardigheid. Dat is de rechtvaardigheid van de islam. Ook zoals het ether van in Musnad Imam Ahmad staat, Abdullah ibn Rawaha zegt, Ya ma'ashara al-Yahud, antum abghadu al-khalqi ilayya. O Jode, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu zegt, O Jode, jullie zijn de meest hatelijke volk voor mij. Qataltum al-anbiya, jullie hebben de profeten gedood. Wa kadabtum ala Allahi, en jullie hebben de leugens voor Allah Ta'ala. وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ أَنْ أَحِيفَ بِكُمْ. Maar dat ik van jullie niet hou, dat ik van jullie houd, wil niet zeggen dat ik tegenover jullie niet rechtvaardig doe. Onrechtvaardig doe. Hij wil zeggen, dat ik van jullie niet hou, wil niet zeggen dat ik tegenover jullie onrecht doe. Ik zal
rechtvaardig voor jullie zijn. Tegen wie is dit? Hij zegt tegen de Joden. Zoals het moslim imam Ahmed staat. Dus, broeders, kijk, Ahlus Sunnah is altijd tussenweg. We houden niet van de kuffar. Om de wille van Allah Ta'ala. Maar we gaan ze ook niet onrecht doen. Altijd adel. Ook al is er een probleem tussen een moslim en een kafir, een jood en een christen, een kada. Als de moslim ongelijk heeft, zeggen wij dat je ongelijk hebt. Dit is de rechtvaardigheid van de islam. Negende sterregel, broeders. Het is toegestaan dat je de kuffar ihsan doet. Yani, goed dat je ze voor hun dat je ze goed behandelt. Als zij niet harbiyin zijn. Als zij niet vijand zijn van jou. Yani, ze zijn eigenlijk altijd vijand van Allah Ta'ala. Maar hier wordt er bedoeld van. Als er geen oorlog is tussen jou en tussen hen. Dan is het toegestaan dat je. Dat je ze goede dingen doet. Dat je ze goed behandelt. Dat je ze. Dat je ze een cadeau geeft bijvoorbeeld. Dat je ze uitnodigt enzovoort. Vreemd hem? Waarom Allah Ta'ala zegt. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله تعالى دي خيف خين فربط فور أم دي كفار خود بهندل دي يلي وار يلي خين أورلوغ هبا أو دي يلي نيت فان يلي لاند هيفت فردريفة يلي كنن فور هن خود زين. Allah Ta'ala houdt van mensen die iets goeds doen. Rechtvaardig zijn. Dus dat is toegestaan. En dat is natuurlijk meer dat je ze goed behandelt enzovoort. Als ze jouw familie zijn. Als ze familie zijn. Ook al als ze jouw familie zijn. Ook al nodigen ze jou uit tot shirk, tot koefer. Ook al zijn ze, doen ze dat, omdat ze jouw familie is, dat toegestaan is dat je ze goed behandelt. Waarom? Kijk wat Allah Ta'ala zegt. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Als zij, hij vertelt over de kuffar, vader en moeder. Allah Ta'ala zegt, als ze jou dwingen dat je shirk moet doen, gehoorzaam ze niet. Dus je mag ze niet gehoorzamen. Wat als ze jou een shirk willen laten doen of een zonde willen laten doen, dan moet je ze niet gehoorzamen. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, maar behandel ze goed in deze wereld. Dit is als de vader en mijn moeder kafir zijn. Laat staan als ze moslim zijn. Want sommige, ouders zijn jahil. Vreemd. Misschien zijn ze tegen je baard. Misschien zijn ze tegen wat. En dan gaan ze. Sommige broeders. Gaan ze hun vader uitschelden. Schreeuwen. Zeggen. Ja. Omdat ze dit doen. Nee, dat moet je niet doen. In dit. Situatie. Moet je ze niet gehoorzamen. Als ze jou een haram willen laten doen. Maar. Je moet ze ook. Goed. Behandelen. Dat is tegenover de kuffar. Laat staan als die nog moslim is. Taib. Taib, dit was de laatste stelregel. Taib, begrepen broeders? Vragen? Ja, over die achtste stelregel. Kijk, een persoon als een ongelovige sterft. Je krijgt een nieuws van is bijvoorbeeld een kef is omgekomen bijvoorbeeld bij een ongeluk of zo. En je vraagt van ja, wat zijn achtergrond, zijn stand is van ja, het is een christelijke persoon. Taïf. Ah, je lekker van, hij is toch gedood, lekker van. Gewoon op zo'n reactie. Wat zegt u dan hierover? Dat je lekker zegt? Ja, niet van, kijk, het is geen moslim. Het is geen moslim, die is overleden, maar christen. Je zegt dan lekker van, het is toch geen moslim. Ja, is niet haram of zo, ja. Nee. Omdat je zo uitspraak maakt, nee? Ja, is niet haram of zo, ja. Nee, omdat, ja, misschien... Eten bij McDonald's en Burger King hier, nu. Mogen we dat van eigenlijk?
mogen we hun niet beschouwen als Ahlul Kitab en nu naar de McDonald's? Ja, nou eigenlijk Ahlul Ilm kijkt naar de meerderheid. Als een meerderheid van een land christen is of jood is, dan zeggen ze deze land is christen of een jood. Dus ook al is een groep die niet ongelovig is enzovoort, daar kijken ze niet aan. Ze zeggen al-hukma bil-aghlab. Dus nu? Wat betreft Nederland weet ik niet. Want ik weet niet of de meerderheid christen is of niet. Nou, want een keer hebben wij op tv bijvoorbeeld kunnen zien van zij schieten die ideeën. Ze maken hem dood. Kijk, dat is wat anders. Ja. Ja, nee. Ik heb dat gezien. Ik heb het hier over, je kan iets eten van een jood of een christen als ze slachten. Ja. Als ze niet slachten, maar je mag niet in ook al is het een moslim, dan kan je nog steeds niet eten. Nou, maar je mag niet in onderzoek gaan, dat weet je ook toch? Ja, onderzoek gaan, ja, je hoeft niet te onderzoeken. Ja, mag niet, dat is het niet. Je kan onderzoeken, labes, is niet haram of zo. Maar je hoeft het niet te doen. Maar als je weet, je hebt onderzoek gedaan, je weet dat ze het dat ze niet slachten, dan mag je niet eten. Dus ik mag onderzoek doen? Nou, labes. Nou. Maar een 9 of 10 je hebt volgens mij 9. Ik heb 9, ja, 9 was het. Had ik 10 gezegd. Ja, nee. Nee. Maar het is toch bekend dat als bijvoorbeeld het volk niet praktiserend christen is of jood, betekent dat ze niet slachten volgens hun geloof. Allah alam, dat kan je niet zeggen. Dat bekend is. La, bij moslims is dat ook niet zo. Veel moslims praktiseren niet, maar wat betreft slachten zijn ze heel... Nee, maar ik heb het over slachten praktiseren. Tijf. Bijvoorbeeld is bekend dat Nederlanders niet slachten volgens hun geloof. Ja, slachten ze of niet? Ja, is niet. Meestal doen ze, schieten ze iets. Ja. Een kogel. Ja. Maar wat ik begrepen heb, als ze schieten gaat die dier niet tegelijk dood. Vreemd. Mocht je dan, nou, ja, voordat ze doodgaan, slachten ze hem al gelijk. Misschien 1 op 1000 van die dieren die gaan gelijk dood. Maar meerdere dieren die gaan niet dood. Ze slachten hem gelijk. Hoeft geen bismillah te zeggen. Ook al zeggen ze geen bismillah. Die kuffar. Maar ik raad het aan dat je niet eet natuurlijk. Maar ik kan niet zeggen dat het haram is of zo. Wat doen ze hier over sommige broeders of werk of zo? Of in welke land gewoon moslimbroeder gewoon gaan pikken of gewoon gaan onderzoek doen met eigen chef of baas waar hun werkt of gaan gewoon veel ziek met dezelfde of zulke dingen en daarna als ze een nasiha geven voor hun en zeggen ja die moslims zijn toch kafir of en zeggen dat mag pikken van hun of zo je mag ze niet onrecht doen. Je kan niet zeggen, hij is toch kafir, ik ga ze geld stelen of ik ga hem onderrecht doen. Nee. Maar als we dat doen, dat is zonde. Dat is zonde. Naam, dat is zonde. Alleen bij wat betreft Hanefieten. Er is een regel bij Ahnaf, Hanefieten. Zij zeggen, als je in Dar al-Harb bent. Vreemd. Harb, ja, als je in een oorlogsland bent. Je komt daar. Bij oorlogsland is natuurlijk hun bezit, hun bloed is natuurlijk halal. Je kan ze vermoorden als er een oorlog is natuurlijk. Sahulala. Maar omdat je in die land met een verbond bent gekomen, kan het niet. Maar je kunt hun bezit pakken met de dingen die zij als halal zien. Die zij halal zien. Zwarte wil bijvoorbeeld. Gaan zwart werken hier. Type, dat was. En dan geven ze een voorbeeld. Bijvoorbeeld riba. Rente. Zij zeggen, we zijn in een Dar al-Harb. Hanefieten. Zij zeggen, we zijn in een Dar al-Harb. We kunnen hun bezit is voor een halal. Maar in deze situatie is het niet halal. Omdat we met een verbond zijn gekomen. Maar we kunnen hun bezit pakken. Met asalib, met wegen die zij halal zien. Bijvoorbeeld rente. Zij zien het als halal, sahwalala. Omdat zij het halal zien, kunnen we hun bezit pakken. Want voor ons is dat eigenlijk halal. Omdat zij
omdat we in Dar al-Harb zijn. Maar met, we kunnen hun, maar we kunnen hun bezit pakken met asalib, met wegen, middelen die zij halal zien. Dus de rente kunnen we van hun pakken enzovoort. En hier in het land niet, toch? Dar al-Harb, hier in deze land niet. Het is geen Dar al-Harb. Maar waarom heb ik dit gezegd? Veel van die Turkse mensen, of Hanefieten, laat ik maar dat zeggen. Hanefieten, kijk, ze verdraaien alles. Zeggen we kunnen riba van ze pakken. En dan pakken ze riba. Vreemd? Ze darul harp. En dan geven ze ook nog riba. Ze kopen huizen enzovoort. Zeggen ja, riba. Terwijl deze fatwa is voor één darul harp. En ten tweede, je kan ze geld pakken en niet geven natuurlijk. Zij verdraaien alles. Ze zeggen darul harp. Pak maar. En geef maar. Zwart werk hier mag. Zwart werk? Ja. Geven ze geen toestemming? Ja, dan mag het niet. Nee, mag. Zeiden, je bent hier met. Je moet. Dat is als iemand wil zwart, dat is haram toch? La, maar ijzers. Dus. Zo gelijkwaardig vragen. Bedrog. Dat ik eigenlijk hier in de land bijvoorbeeld staat. Je mag niet door een rode stoplicht of harder dan 50 km per uur rijden. En als je dat doet, begin je nou zonde omdat je de overeenkomst met hun. Allahu alam, wat deze denken. Sowieso, je moet ze, aan de regels houden. Wat betreft zwart werk, daar zit een zulm in. Daar zit een onrecht in. Fame, je pakt ze hun geld met onrecht. Maar wat betreft rood, keda, is daar wel onrecht of niet? Allahu alam, ik durf niks te zeggen. Over die zwart werk, hè? Nou. Als je wat werkt, dat je ervoor zorgt dat je salaris krijgt van de baas, en dat je geen belasting hoeft te betalen. Maar krijg je ook van ergens anders geld? Nee, het gaat nou om gewoon puur alleen zwart werk. Je werkt gewoon bij oh, zwart. Dat je de belasting niet betaalt. Allah alam. Je bent zelfs zeg maar, die dola die betaalt je niet, maar je werkt ervoor. Maar stel voor, als ik nu ga ik uitkering nemen. Allahu alam, ik geef geen madri. Nee, ik ken iemand die dat aan Boestout vraagt. En die zei dat zwart werk niet bestaat. Dus zeg maar, volgens mij is de bedoeling dat het is toegestaan. Kijk, wat ik zeg is van als je. Sommige mensen krijgen geld. Van sociale dienst en dan werken ze nog. Dat is niet toegestaan. Dat is zwart werk. Dat is niet toegestaan. Dat is onrecht. Maar wat betreft als je zwart werkt voor wat is voor ding? Voor dat je de ding niet geeft, belasting niet geeft. Allah alam. Taib shabab, niet erover overeen praat. We gaan door, inshallah. Taib, dank je. We hebben nog les. We moeten vandaag deze boek afmaken, dus we gaan door inshallah. Het tasia, negende ding die je van islam treedt. Tiende. Dus negende. We zijn bijna klaar inshallah. Gaat je een nieuwe? De nieuwe ding, nieuwe. Tiende, hij heeft toch negen? Nee, dit is niet, ik heb het niet over sterregels nu. Dit is naqid het tasia. Negende punt die je van de islam betreedt. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah zegt: Man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'ahu al-khuruj 'an shari'ati Muhammadin kama wasi'a al-Khidr al-khuruj 'an shari'ati Musa fa huwa kafir. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah ta'ala zegt: Degene die gelooft dat je van de sharia niet te volgen. Dat je sharia van de islam niet te volgen. Zoals Khidr de sharia van Musa niet heeft gevolgd. Als hij zo denkt. Als iemand zo denkt, die is kafir geworden. Over wie heeft hij eigenlijk hier? Weet jullie wie? Soefis. Nou, barakallahu fik. Van sommige extreme soefis.
die zeggen na een bepaalde gradatie hoeven wij de sharia van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet te volgen. Dus na een bepaalde gradatie zeggen zij, kunnen we alcohol drinken, kunnen we zina doen, hoeven we niet te bidden, hoeven we niet ibadah te doen. En die gradatie, sommigen noemen dat ilm al-laduni enzovoort enzovoort. Dit is een natuurlijk, dit is koffer. Waarom? Omdat jij iets haram verklaart als halal. Als zij zegt deze alcohol bijvoorbeeld is halal, dan is dat koffer. Of iets halal verklaar jij als haram, dat is ook koffer. Of je ontkent de ibadat, je ontkent de salat enzovoort. Dit is allemaal koffer. Maar zij, die soefies, die extreme soefies, zij zeggen het is toegestaan als je een bepaalde gradatie hebt. En het bewijs is, Khidr alayhis salam, die had bepaalde dingen gedaan, wat niet toegestaan was in de sharia van Musa alayhis salam. Dan is het voor ons ook toegestaan dat we, als we een bepaalde gradatie hebben, dat we de sharia van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet volgen, zoals Khidr dat heeft niet gedaan. Het antwoord daarop is, Musa alayhi salam was een profeet voor zijn volk, voor de Joden, Bani Israël. Voor de Joden, voor zijn volk. Hij was niet profeet voor Khidr, voor andere volken en voor Khidr. Dus Khidr hoefde hem niet zijn sharia te volgen. Dus hier kan het, hier is de situatie helemaal anders. Maar wat betreft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al de mensen moeten hem volgen. Hij is niet gekomen voor een volk en niet voor, nee, hij is gekomen voor de mensheid. Voor de mensheid, voor alle mensen. Dus jij kan niet zeggen, ik volg hem niet. Ik heb een gradatie gekregen, kada kada. Dat is één. En ten tweede, Khidr heeft dat gedaan met een wahi, met een kennis van Allah Ta'ala. Allah Ta'ala heeft een toestemming gegeven. Maar voor jou, jij kan niet beweren dat er een wahi voor jou komt, omdat de wahi is gestopt nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam overleden was. Dus degene die beweert dat er een wahi komt, die wordt kafir. Vreemd om? Khidr is die verhaal van Musa alayhi salam en Khidr. Een persoon. Een persoon. Die was gestuurd door Allah Ta'ala. Kijk naar Surat al-Kahf, dan zie je het. Hij deed sommige dingen. Hij ging iemand doden enzovoort. Enzovoort. Dat is Khidr? Of hij is die persoon heet Khidr. Oh, die persoon heet Khidr. Zijn naam. Nou. Tayyip. En ze komen ook met een ander bewijs, die soefies zeggen, u'abud rabbeka hatta ya'tiyaka al-yaqeen. Aya, zeggen, bid Allah Ta'ala, aanbid Allah Ta'ala, totdat er een yaqeen komt, de waarheid naar jou komt. Zij zeggen, waarheid is een gradatie, ilm al-laduni. Als die waarheid naar ons komt, als we die gradatie bereiken, hoeven we Allah Ta'ala niet te... hoeven we hem niet te aanbidden. Antwoord daarvoor is, wat betreft al-yaqeen hier, er wordt bedoeld, en daar zit ijma in, ijma heeft Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah overgeleverd in zijn boek Majma' al-Fatawa, deel 11, dat deze yaqeen, er wordt bedoeld met deze yaqeen, dat het dood is. Vreemd hem? Dus aanbid Allah Ta'ala totdat de dood aan jou komt. En daar zit ijma in, niet een bepaalde gradatie ofzo. En we zeggen ook, Koran die interpreteert zichzelf. Sahulala. Allah Ta'ala zegt in ayah, we kunna nukaddibi bi yawmiddin hatta atana al-yaqeen. Kuffar zullen zeggen, wij gingen de qiyama, gingen we dat en, ontkennen. Totdat de yaqeen naar ons kwam, yani dood naar ons kwam. Na de dood wisten we de waarheid. Dus in deze ayah is dood, wordt al bedoeld met yaqeen, dood. Dus sommige ayat die interpreteren, die uitleggen de sommige andere ayat.
Taip, dus deze mensen die zo denken, die zijn kuffar en die zijn niet moslim, zoals sommige soefies dat beweren. Broeders, die soefies, turuq al-soefie, is het probleem in de islam. Al die viezigheid, al die shirk, al die bida, komen meestal van die soefies, nasallahu alayhi wa sallam. Daarom, waar je ook soefi ziet, zul je daar shirk zien. Zul je daar bid'a zien. Zul je daar vijandigheid tegenover ahlu tawhid zien. Zoals in bepaalde landen. Yani, dat ze de vijand van de ahlu tawhid zijn. Is omdat in die landen veel, veel soefi's zijn. Nasallahu alayhi wa sallam. Taib, al-ashir. Tiende. Punt die je uit je islam treedt is. Al-i'radu an dinillahi ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. I'radu an dinillahi ta'ala. Yani, dat je de islam. Dat je je rug. Afkeren van islam. Naam. Al-i'rad, yani afkeren. Dat je. La yata'allamuhu, hij leert niks. Hij doet ook niks. Dit is ook kufr. Dit noemen ze i'rad al-kufri. En dat is in drie gedeeld. I'rad, yani afkeert. Eerste is, la yusaddiqu, zoals Ibn Qayyim dat zegt. La yusaddiquhu wa la yukadhibuhu. Hij accepteert het niet en hij accepteert het ook niet. Hij verwerpt het niet helemaal. En hij accepteert het ook. Accepteert het ook niet. Hij zegt, het interesseert hem helemaal niks. Dat wil hij zeggen. Vreemd hem. Islam waarheid of niet waarheid, profeet waarheid, interesseert hem helemaal niet. Hij zegt, kan. Bijvoorbeeld. Dit is i'rad, kufri. Ja, afkeer hebben. Dit is kufr. Tweede is, al-i'rad fi asli din. Dat je de dien helemaal niet accepteert. Dat is natuurlijk ook de koffer. En de derde is i'raad fi amal al-jawarih. Dat je daden helemaal niet doet. Je verlaat al die daden. Je doet helemaal niks. Dat is ook koffer. Terko jins al-amal, zeggen ze dat. Je verlaat al die daden, verlaat je dat. Je doet helemaal niks. Dat is ook kufr. En daar zit ijma over. Ijma heeft Humeidi en Shafi'i en Ajurri en Sheikh al-Islam Ibn Taymi over geleverd. Taib, broeders. Dit was de laatste punt die je uit de islam treedt. Dat wil niet betekenen dat er geen andere punten zijn die je uit de islam treedt, maar Mohammed ibn Abdullah heeft deze 10 dingen genoemd, omdat deze 10 dingen het meest voorkomt, heeft hij deze 10 dingen genoemd, en dit was de laatste. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, en we hebben de boek hier afgerond. Volgende week zaterdag zal er geen les zijn, inshallah ta'ala. Wat betreft, ik heb nog 1 week. Na 1 week ga ik terug. Binnen de